Hey, goedemiddag. Hey, Robert. Dudok is ook in de ban van het Songfestival, hè? Ja, dat zijn we zeker. Je hebt wat moois meegenomen. Zeker. Een hele mooie taart. Onze Dudok Singalong Cake. Momentje alsjeblieft. Jazeker, ik ben hartstikke benieuwd. Op je gebakfiets? Op onze gebakfiets. Nou, dit is de doos waar de taart in zit. Ja. Wil je hem graag zien? Ik ben hartstikke benieuwd. Ja, ik zal je er wat over vertellen. Vertel, wat is dit voor initiatief? Waarom doet Dudok hier aan mee? Rotterdam is Singalong City tijdens het Eurovisie Songfestival. De stad is geweldig aangekleed. Metrostations, de Erasmusbrug, de Koopgoot. Overal vind je de Singalong teksten van Studio Vollaar Zwart. En met Studio Vollaar Zwart hebben wij ook samengewerkt voor deze Singalong Cake. Want ook die teksten kan je hier op de rand van de doos en zo meteen op de taart ook zien. Heb je zelf al geoefend? Met zingen. Ja? Wat is een van jouw favorieten? Nou, mijn eerste herinnering aan het Songfestival is het nummer J'aime, j'aime la vie. Ja. Die staat hier ook op. Ja, die staat ook aardig. Ja. Dat was een van jouw favorieten. Ja, Sandra Kim. Heb je er zelf ook wat op te zeggen gehad? Welke nummers specifiek op de doos kwamen? Nee, het ontwerp is echt van Studio Vollaar Zwart. En er zitten allerlei bekende Songfestival teksten zijn er op te zien. Ja. Ook op ons pand, hè, trouwens. Ik zie, ja, het is prachtig. Ja. Allemaal speciaal voor het Songfestival. Zeker. Ja. En wat maakt het nou voor Dudok zo bijzonder om dus inderdaad met zo'n Songfestival in te haken met een initiatief als dit? Nou, het is natuurlijk heel erg jammer voor de stad, voor Nederland, dat het Songfestival vorig jaar niet door kon gaan. Verschoven naar dit jaar. Ik ben heel erg blij dat er ook bezoekers bij kunnen zijn in Ahoy. En er is dit jaar nog iets bijzonders. Wij vieren namelijk onze 30ste verjaardag. En wie jarig is trakteerd, ja, dachten wij. Dus we gaan een taart maken samen met de Host City organisatie. En dat hebben we gedaan. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik ben wel heel erg benieuwd wat dan die Singalong Cake van Dudok is. Nou, die ga ik je laten zien, maar niet nadat ik ook iets heb verteld over het goede doel wat verbonden is aan deze actie. Want van elke verkochte Singalong Cake gaat de €1,50 naar de stichting Meer Muziek in de Klas. Een stichting die zich inzet voor muziekonderwijs voor alle basisschoolleerlingen in Nederland. En op die manier hebben wij met onze taart ook bedacht van daar gaan we aan bijdragen. Ik ga je de taart laten zien. Het thema is ook Open Up, hè? Open Up to Rotterdam. Ja. Vandaar het ontwerp van deze doos, want als je de deksel optilt, dan klapt die eigenlijk aan alle kanten open. Dan opent die up. Ja. Dan opent die up. Nou, de taart is aan twee zijden ook weer open, is kleurrijk, zoals Rotterdam ook is. Ja. Bovenop vind je weer de sing-along teksten van Vollaar Zwart en het logo van Host City Rotterdam. En waar proeft de taart naar? Hebben ze allemaal aparte smaken in de kleuren of hebben jullie voor een speciaal recept gekozen? Het is, zijn meerdere lagen sponge cake inderdaad, met daartussen een laag witte chocolade met vanille en een heel klein beetje aardbeienconfituren. Dus het is een bijzondere taart. Want wat kost de taart? €19,75. En dat is inclusief dat mooie bedrag wat jullie per taart sponsoren voor het goede doel. Klopt. Wat heb je zelf met het Songfestival? Nou, ik had niet zoveel met het Songfestival. Ik heb door deze editie in Rotterdam begin ik er steeds meer mee te krijgen. En ik vind het echt geweldig hoe de stad erin slaagt om in deze coronatijd er toch een feestje van te maken met alle Rotterdammers samen. En ik heb echt het gevoel dat de slingers worden opgehangen. Dat, dat vind ik echt geweldig. Dit is hem, hè? Dit is de Dudok Singalong Cake. Dat is best lekker. Dat smaakt goed, hè? Nu zelf gebakken. Hé, hey, dit is de Singalong Cake van Dudok. Het is de echte open-up cake, hè? De open-up cake. We hebben vanuit onze patisserie 3 Singalong taarten beschikbaar gesteld voor jullie bingo. Heel veel succes en plezier. En geniet ervan. Nou, ik neem alvast een stukje. Nou, mocht je niet winnen, dan ga je gewoon naar Dudok, ga je hem gewoon lekker kopen. Je steunt er ook nog het goede doel mee. Serieus? Ja. Nou, alle reden om hem te halen. Top.